ja, je moet het leren accepteren op die manier van ik kan niet meer wat ik vroeger deed. En dat is het grootste punt nu nog. En ik hoop dat ik hier beter zo word, dat ik daar een plekje kan geven, dat ik daar gewoon mee om kan gaan. Dat ik niet altijd meer boos ben op mezelf. Zo van, hé, waarom wil dit niet meer? Het hele proces van al die jaren, ja, je hebt het gewoon laten versluimen. Eigenlijk, je hebt je op een gegeven moment met klachten ben je een houding gaan aannemen. Ja, wat voor jezelf plezierig was, omdat het dan niet pijnlijk is. Maar je kan wel gewoon je ding doen. En dat is altijd wat ik wou, gewoon mijn eigen ding doen. Grenzen? Nou, die waren er eigenlijk niet. Daar stapte ik altijd heel makkelijk overheen. Ik kon ook rustig uren maken van 12 uur per dag. Ja, op een gegeven moment kwam ik er dus achter van, hey, ik kon me niet meer concentreren in mijn werk. Gewoon puur door pijnklachten. Nou, dan ben je op dat moment behoorlijk boos. Eigenlijk. Teleurgesteld. Ja, en dan later denk je van ja, later ben je ook geëmotioneerd daarover. Zo van, hé, hallo, ik heb nog veel plannen. Ik wil nog veel dingen doen. Ja, wat kan ik daar straks allemaal nog mee? Hoe gaat het met mijn werk? Hoe gaat het privé? Eigen woning. Ja, al die dingen, dat gaat wel meespelen. Dus ja, daar heb ik toch wel behoorlijk last van gehad. Je krijgt een schema of een soort planning van wat we doen. We hebben een revalidatiemap gekregen met 6 aandachtspunten erin. Nou, een stukje acceptatie wat erin zit. Stress, nou, wet- en regelgeving. Communicatie, wat ook heel belangrijk is. Sowieso voor jezelf naar de buitenwereld, maar ook naar je gezin. En, ja, dat is natuurlijk ook iets. Nou, acceptatie is natuurlijk eigenlijk de moeilijkste. Kijk, want accepteer ik het wel of accepteer ik het niet? Kijk, ik ben redelijk gedreven in mijn persoontje. Dus ja, dan staat het elkaar wel eens een beetje in de weg. Maar ja, je zal er toch met om moeten gaan. Dus ja, je moet even kijken hoe ik dat ga invullen. Maar ik hoop dat ik daar hier wat kan leren. Gewoon, het is groepseducatie. Meestal met een groepje van mannen, 5, 6. Met iemand erbij die het verhaal vertelt en uitlegt. Ja, en daar moet je het mee gaan doen. Ik kwam hier dus voor 100% revalidatie, 100% terug. Nou, dat heb ik later toch moeten bijstellen. Ik denk, als we eerst nog eens 50% van de klachten terug kunnen brengen, dan ben ik denk ik al een hele eind heen. Kan ik denk ik gewoon mijn eigen werk doen. Maar dat is op het moment gewoon het voornaamste. Ik wil gewoon terug naar mijn oude functie. Kijk, ik ben nog maar net begonnen in trek voor 10 weken en ik zit nu mijn derde week. Ik heb natuurlijk al heel veel dingen gehoord om me heen. Zowel hier op Betrexoord, maar ook in mijn eigen omgeving van mensen die er ervaring mee hebben. Dus ja, ik ga er gewoon vanuit dat het lukt. Maar ja, dan moet je me 10 weken weer vragen.